In tegenstelling tot gewoon heel veel landen zitten wij niet in een land waar, zowel op Vlaams niveau, maar ook op federaal niveau, wij zitten nog altijd op een systeem van meer dan 100 jaar geleden. Een systeem waar dat ouderschapsverlof eigenlijk vooral gestoeld is op de moeder die langer thuis blijft, ja, na de bevalling, die daar op een beperkt percentage van loon terechtkomt. Vrouwen verdienen nog altijd statistisch gezien minder dan mannen. Dus als je moet kiezen, en dat zien wij rechtstreeks in ons crisiskabinet ook, daar heb je ouders waarvan je bijvoorbeeld enerzijds een huisarts hebt en een leerkracht vijfde middelbaar. En dan moeten die onder elkaar beslissen, bij een crèche die definitief de deuren sluit, wie van ons twee legt het werk neer? De huisarts die daardoor heel de praktijk platgooit, of de leerkracht die daardoor ervoor zorgt dat een hele klas zonder onderwijs, ja, valt? En twee soorten inkomens. En twee soorten ook. Inkomens. En dat zijn de fundamentele discussies waar dat mijn generatie jonge ouders zich momenteel in bevindt. En dat ik oprecht, en ik zeg dat zonder overdrijving, voel dat wij, als het niet snel keert, de eerste generatie jonge vrouwen zijn die erop achteruit gaan in Vlaanderen in plaats van erop vooruit gaan. Ja.